ik ben Kiwi en welkom bij Kiwi Eats. Ik ben een veganist en ik haat dieren. Ik heb niks met dieren. Dieren hoeven niet bij mij in de buurt te komen. Ik hoef niet als een hond langsloopt dat hij dan zo'n kwispelend naar me toe komt. Ik heb helemaal niks met dieren. En koeien en varkens zie ik toch nooit. Oké. I'm trying to act here. It's not working. Ik probeer een punt duidelijk te maken. Het idee, denk ik, dat veel mensen hebben van veganisten is dat ze echte dierenliefhebbers zijn. En dat ze gewoon niet willen dat dieren pijn gedaan wordt. Is dat een zin? Nou, goed. Dat ze dus echt helemaal voor dieren zijn. En dat ze gewoon niet willen dat we dieren eten of gebruiken of wat dan ook. Want dieren zijn zulke lieve dingetjes en daar moeten we helemaal niks mee doen. Waarom zouden we toch? Ze zijn zo lief en ze hebben ook het recht om te leven. En mijn hele leven is alleen maar dieren. En ik ben constant met dieren bezig en ik ben dieren aan het redden. En mijn hele huis zit vol met 20 katten en 5 honden en 20 kippen in de tuin. En Oké, you get my point. Het idee dat veganisten echte dierenliefhebbers zijn op die manier is niet altijd waar. Dat is niet altijd waar. Er zijn heel veel veganisten die deze keuze hebben gemaakt, deze ethische keuze, om dus geen dieren meer te gebruiken, omdat ze vinden, ze zijn tot de conclusie gekomen dat het niet nodig is. Het is niet nodig. Voor eten is het helemaal niet nodig, want we kunnen 100% gezond plantaardig leven. Dus waarom zouden we dat dan niet doen? En voor vermaak zijn er honderdduizend andere manieren om je te vermaken. Dus je hoeft niet naar de dierentuin en je hoeft niet je kip, één konijntje op te sluiten in zo'n klein hokje. En voor kleding is dat ook niet nodig. Weet je wel, je hoeft geen wol te dragen, je hoeft geen leer te dragen. We kunnen heel veel andere keuzes maken. Dus gewoon letterlijk gewoon de justice part, rechtvaardigheid. Waarom doen we dit voelende dieren iets aan? Waarom doen we dit aan? Oh my god, ik kan niet meer horen. Dieren kunnen voelen. Letterlijk, gewoon pijn, weet je wel? Letterlijk lichamelijke pijn. Dat willen ze ontwijken. Dat willen ze, weet je wel, dat kunnen dieren. Het feit dat ze kunnen vluchten, dat je ziet dat ze bang worden, dat je ziet dat ze, weet je wel, dat betekent dat ze kunnen voelen. Daarnaast hebben ze ook echt een familieband met hun familie. Ze hebben vrienden. Ze hebben een eigen persoonlijkheid. De ene koe is vet gezellig en helemaal actief. En de andere koe denkt van, hey Piet, laat me even gewoon lekker chillen zo. Ik hoef niet met iedereen. Het zijn voelende dieren. Oké. Dus heel veel veganisten hebben zoiets van, oké, dit is niet nodig. Waarom zou ik het doen? Waarom zou ik het doen? Ik doe het niet meer. Zonder dat ze op honderden Facebookpagina's geliked hebben dat ze, weet ik veel, van die leuke puppyfilmpjes of zo, dat ze daar constant naar aan het kijken zijn. Of zonder dat ze, ik heb geen huisdieren. Ik zou graag een kat willen hoor, daar niet van. Maar ik heb geen huisdieren. Zonder dat ze altijd maar met dieren bezig zijn. Of weet je wel, dat is gewoon niet zo. Genoeg wel, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar het is dus niet zo dat je denkt van, ik heb eigenlijk helemaal niks met dieren, dus waarom zou ik veganist worden, weet je wel. Ik heb echt niks met dieren. Ja, dat is prima. Maar je hoeft ze toch ook niet te mishandelen. En je hoeft ze toch ook niet te gebruiken als producten, terwijl het niet nodig is. Weet je wel? Je hoeft ze toch niet met z'n duizenden in zo'n hokje te plaatsen, zodat wij wol kunnen dragen of geitenkaas kunnen drinken. Ik laat het er gewoon allemaal in, oké? Ik ben een beetje vaag vandaag. Dat hoeft toch niet? Je hoeft toch niet van ze daar. Weet je wel? Laat ik het anders zeggen. Ik heb ook niet een band met iedereen op de planeet. Als ik in de bus zit en er zit een heel vervelend mens naast mij, zo mij zo opzij te duwen, want ik wil hier zitten en ik ga zo zitten en dan heb ik bijna geen ruimte meer, dan ga ik toch ook niet zeggen, weet je wel, dan heb ik toch ook niet zoiets van, ik wou gewoon dat je doodging en dat ik wat jij nu op je hebt, dat ik dat gewoon kan nemen, want ik geef toch niks om jou. Nee, snap je mijn punt een beetje? Je hoeft niet vol met liefde te zitten voor iets om het geen kwaad te doen. That's my point. Dat is eigenlijk alles wat ik even wilde zeggen. Om het even duidelijk te maken. Ik ben wel gewoon een dierenliefhebber. Weet je wel, gewoon ook. Ja, nou eigenlijk niet. Weet je wel, ik ben niet constant met dieren bezig. Wel in het feit van dat we ze niet hoeven te gebruiken. En dat ik dat graag meegeef op mijn YouTube kanaal. Maar verder, weet je wel, ik zie mensen in mijn tijdlijn van Twitter, Facebook, waarvan ik weet dat het geen veganisten zijn, niet eens vegetariërs, die constant hondenplaatjes aan het liken zijn, of die constant allerlei soorten babydiertjes, weet je wel, die heel erg, die vinden dat leuk en die zijn ermee bezig. Dat zijn dan
dierenliefhebbers. Ik weet niet of ze dan ook dieren, huisdieren hebben en zo. Dat zijn dan dierenliefhebbers. But they're still eating meat. Dus, dat is niet het punt wat ik wil maken. Het punt wat ik wil maken is dat je echt geen dierenliefhebber hoeft te zijn om veganist te zijn. Veganisme gaat eigenlijk meer om rechtvaardigheid dan om liefde en... Al is dat ook liefde. Weet je wel, rechtvaardigheid. Willen dat iedereen gewoon rechtvaardig wordt behandeld. Mensen en dieren is natuurlijk een vorm van liefde. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat was het. Dat was het. Ik wil je graag bedanken voor het kijken. Je kan mijn vorige video kijken als je die nog niet gezien hebt. Ik zou het heel tof vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan wil ik jou graag bedanken. Heb ik al gedaan. Ik zie je in de volgende video. Dikke doei!